Is er iets dat we kunnen doen om het goed te maken? Ja, helemaal niks. Ik ga weg. Rot op met de cocktail van je. Wat is al mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik weet niet of jullie dit nog weten, maar ik speelde dus ooit in Zep Detective. Was zeg maar een serie die ging over een soort geheim genootschap van YouTubers. Waar ik dus de leider van was. Ik had daar allemaal video's over gemaakt. Maar dit jaar is er dus een nieuw seizoen van Zep Detective, namelijk Summer Vibes. Dit is dan zeg maar wel een ander verhaal. Ik speel zeg maar niet de hoofdrol als gekke geheime leider. Maar ik zit dus wel in 1 of 2 afleveringen en het leek me even leuk om die te bekijken. Wie er trouwens ook in zit is Glenn Fontaine. En check even gelijk al deze reacties. Hanwee, red ons! Glenn is overal smooth aan het doen. Hanwee, red ons. Glenn is overal. We kunnen dit niet meer aan. Hey mensen, ik weet dat jullie me nodig hebben. Binnenkort weer een video over Glenn. Maar vandaag gaan we kijken naar mijn acteerskills. En ik ga jullie even een klein beetje op de hoogte brengen waar het verhaal over gaat. Er is zeg maar een speciaal zomerkamp voor allemaal influencers, Summer Vibes. En volgens mij wordt het dus gerund door Rutger en Thomas. En zij ontvangen dus elke keer een andere influencer als gast. En deze keer ben ik dat. Maar ondertussen gebeurt er dus wel rare shit op de camping. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Origin en let's go. Hey Hanwee, wat ga je allemaal doen dan hier? Yo, hey, daar vroeg of ik kon vloggen. Hey, wacht, laten we gelijk beginnen. Goedemorgen, Hanwee hier en de morgen... Wow, stop. Wat is dit? Ik zie dit nu trouwens ook allemaal voor het eerst. En weet je, prima dat ik zit te vloggen. Maar wie vlogt er met vierkant beeld? Hallo. Hey, ik ben geen amateur. Kom op nou. Ik ben een YouTuber. Hey, wacht. Ik ben geen amateur, maar wel een acteur. Ik ben ook geen acteur, maar goed. Goedemorgen, Hanwee hier en de morgen is goed begonnen. Ik ben net aangekomen op de camping Summer Vibes waar ik een nachtje ga verblijven. Thomas en Rutger rijden me nu rond. Hey boys, zwaai eens even. Oké, ik ga nu even fluisteren, want dit mogen ze dus niet horen. Zoals jullie weten, ik ga natuurlijk geen saai content plaatsen op mijn kanaal. En jullie weten ook dat ik niet iemand ben die reclame maakt in zijn video's. Dus wat ga ik doen? Ik ga ze bizarre eisen stellen. Ik ga kijken hoe ver ik ze kan brengen. Nou, jullie zien duidelijk dat dit een serie is en niet echt is. Want ik maak natuurlijk wel reclame in mijn video's. Geld, kom maar. Hey, maar ik vind het nog steeds altijd leuk om mezelf zo terug te zien op beeld. Maar ja, jullie horen het. We gaan de Thomas en Rutger moeilijk maken. Oh, en even tussendoor. Je kijkt nu naar mijn tweede kanaal, Han 2. Misschien heb je het niet door, misschien heb je het wel door. Maar het allerbelangrijkste is, check even of je geabonneerd bent. En als het antwoord nee is, zou ik het heel erg waarderen als je even zou kunnen abonneren. Nou, Hanwee, we zijn er. Kom maar eens kijken. Welkom in je nederige stulpje. Oh, nice. Hey, wacht even. Check ook echt wat voor zwembroek ik daaraan heb. Je ziet het nog niet heel goed, maar het zijn allemaal eentjes. Het ding was dus, je mocht geen kleding met een merkje aan hebben. En ik heb alleen maar zwembroeken met een merkje aan. Dus hadden ze deze eend zwembroek voor mij geregeld. Nice, heel mooi. Hey, ik zie jullie met mijn snoepjes ook. Oh. Hey, maar boys. Ik had om gele gevraagd. Ja, deze blauw vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Heeft mijn manager dat niet goed doorgecommuniceerd? Wow, wat een knipoog! Hey! Zo smooth, Hanwee! Oh! Oké, ik zou dit natuurlijk nooit echt doen. Ik moest dit volgens het script doen. Oké? Oh, nou, nee. We hebben nog zo ons best hierop gedaan. Mm. Ja, ik wil eigenlijk toch wel die gele. En weer die smooth knipoog. Gewoon 2 keer binnen 10 seconden knipoog. Ja, ik wil eigenlijk toch wel die gele. Nou ja, oké, komt eraan. Hey! Oké, het grappige was, dat was dus niet volgens het script dat ik zo ging zwaaien. Maar ja, dat is wel iets wat ik in het echt zou doen en ik deed dat gewoon. En de regisseur vond het goed, dus... Hey! Oh, kijk me chillen dan. Kijk eens. Gele chocopinda's. Oh nee, dank je. Geen trek meer in. Hé, wat ben ik irritant, man. Ik ben zo irritant, Jezus. Nou, anders nog iets? Ja, zeg het maar hoor. We staan volledig tot je dienst. Nice. Daar gaan we zeker misbruik van maken. Nee, geintje hoor. Maar dat dekbed, hè? Dat is toch wel gemaakt van Tesselse schapenwol? Oh, daar is hij weer, de knipoog. Trouwens, Tesselse schapenwol. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Ik niet, nee. Ja, sorry, maar dat is het enige waar ik onder kan slapen. Maar dat is geen probleem, toch? Hey, je moet echt stoppen met die knipoogjes, man. Wat is dit? Het begint gewoon hinderlijk te worden. Maar ik moest dit doen, mensen. Het spijt me, echt waar. Hey, ik lig hier echt heerlijk. Als jullie trouwens nog rare absurde eisen hebben in die kastellen, laat het achter in de comments. Daar komen ze weer. Hey, wow. Maar weet je wat mij opvalt? Mijn buikje lijkt hier klein. Ja! Hey, gelukkig mocht ik liggen en moest ik niet zitten, man. Nou, Hanwee, moet je eens even kijken. Een prachtig deken van echt schapenwol. Net zoals een schapen,
Ja, dit is inderdaad van Tessels schapenwol. Maar, we hebben één probleempje. Er is een muizenplaag, dus je zal vannacht ergens anders moeten slapen. Waar dan? Ik denk in onze tippie-tent dan. Dan slapen wij wel in de keuken, oké? Nou, ik ben daar niet blij mee, maar vooruit dan maar. Op één voorwaarde. Wat dan? Ik wil zo sushi eten. Oh, oké. Nee, dat is geen probleem. Met een laagje bladgoud. Wat? Ja, een laagje bladgoud. Dat kan toch? Ik bedoel maar, hè. Ik moet ook voor jullie verhuizen naar zo'n armoedige tent. Dus ja, dat kan toch? Ja, dat is waar. Nou dan. En een glaasje bubbels zou trouwens ook fijn zijn. En waar is die tent überhaupt? En zijn je spullen al weg? Hey, ik klink echt als zo'n veel te verwend rijk joch. Oh mijn god, wat is dit? Mensen, ik zweer, ik ben niet zo. Ja, ik wil sushi met bladgoud. Ik zweer, als dit echt zou zijn en ik zou Thomas en Rutger zijn, ik zou mezelf al lang een stomp hebben gegeven. Wat denk ik wel niet? Bladgoud is shit. Oh, mijn nek. Die keukenvloer die lag echt niet lekker. Nou ja, alles voor onze gasten, hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Dat ziet er lekker uit. Alsjeblieft. Dankjewel. Hé, hey, als dit even goed smaakt als die sushi van gisteravond, dan krijgen jullie wel een duimpje omhoog van mij. En staat er nog wat op de planning vandaag? Ik denk eerst dit choppen, daarna nog even zwemmen. En dan zit die positieve review denk ik toch wel in, hoor. Ik ben aardig verrast. Jullie hebben echt je best gedaan om het mee naar mijn zin te maken. En weet je wat trouwens ook grappig was? Ik zeg in dit stukje, ja, even dit choppen. Nou, ik kan jullie vertellen, dat was niet het originele script. In het originele script stond er namelijk, laat ik even dit consumeren. En ik zei echt van, hallo, consumeren, wie zegt dit? Dus zij waren van, wat zou je dan zeggen? En ik was van, choppen, yeah. En toen mocht ik choppen zeggen. Nou, we gooien er nog één cocktail in. Dan is het mooi geweest. Dat ziet er zo stom uit. Maar... Wacht, stop. Wat ben ik hier aan het doen? Oh mijn god, nee. Wacht, nog een keer kijken, Focus op mij, mensen. Focus op mij. Nou, oh mijn god. Ik lijk gewoon op een mochel. Dat zit te spelen in het water. Oh, waarom ben ik zo? Wat is dit? Ongelooflijk. Oh, het ding was ook nog eens. Dat water was echt super goor. En het eerste idee was dat ik er helemaal in zou gaan. Kopje onder. Dat dit omhoog zou komen. En ik was van... kunnen we niet iets anders doen? Uiteindelijk was het ook prima als ik met mijn voeten ging splashen op dat bord. Maar dat het er uiteindelijk zo uitziet. Oh mijn god. Ik zie er oprecht uit als een mochel. Nou ja, dat is vast wel een cocktail. Ah, lekker. Huh, wat? Wat heb jij nou? Wat? Ja, kijk dan. Oh no. Hey, what the fuck is dit? En het komt sowieso door het water. Oh hey, shit. Hey, ik begin agressief te worden. Oh, kijk uit. Dit is niet goed. Hey, het jeukt ook echt. Hey, had je dat niet even kunnen melden? Maar hoe, wat is er met het water aan de hand dan? Ja, weet ik veel. Het is vervuild of zo. Maar dat lijkt toch op zijn minst even testen voordat je gast erin laat zwemmen. Ja, gisteren was er nog niks aan de hand. Dit is echt ontzettend vervelend. Onze welgemeende excuses. Hoe ik al kijk. Dit is echt ontzettend vervelend. Onze welgemeende excuses. Is er iets dat we kunnen doen om het goed te maken? Ja, helemaal niks. Ik ga weg. Rot op met de cocktail van je. Maar wacht nou even. We kunnen het toch even bespreken? Hé, vergeet het maar. Ik kom niet meer terug. En als het niet kan werken... Door die fucking bulten, jullie krijgen die rekening. Ja, jij mag het een dag gaan vertellen. Ja. Oeh, joh. Hey, ik word gek agressief. Ja, meneer, is er nog iets wat wij kunnen doen? Nee, ga weg. Maar ja, goed, dat waren dus al mijn stukjes in deze serie. En je zou denken, wow, zo kort, is die serie zo kort? Nou ja, dit was dus normaal verspreid over 2 afleveringen van 15 minuten. Dus in totaal 30 minuten of zo. Maar ja, ik heb natuurlijk alleen mijn stukjes gepakt. Ik blijf het toch wel echt eindig vinden om te acteren, maar vooral om mezelf dan terug te zien. Ik vind het terugkijken denk ik toch leuker. Maar ja, like de video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En joh, dan zou ik zeggen later. Yo.